Welkom bij Kunst is durven en doen. We gaan verder met de lessen van het tekenen van glas en zilver. Vandaag gaan we met pastelkrijtjes aan het werk. En ik heb er nu even voor gekozen om het glas voor te doen. Met zilver hebben we vorige week behandeld en dat werkt eigenlijk precies hetzelfde met de krijtjes. Ik heb twee kleuren glas, wit glas en blauw glas. Ik schets ze eerst even gewoon met een potlood. En daarna ga ik, net als de vorige keer, alle lichtplekken eerst opzoeken met wit krijt. En dan kijken we van, de transparantie van glas is natuurlijk altijd het allermoeilijkste om weer te geven. Maar ik ga mijn best doen. Kijk lekker mee. De vormen zijn niet helemaal gevormde, maar het gaat even om het glas en de kleurtjes van het glas. Deze schijnt natuurlijk door, dus hier zie ik bovenin blauw en onderin mijn tafelkleed. Deze is natuurlijk een stuk minder transparant. Ik ga beginnen met de blauwe en dan ga ik daar alle lichtpuntjes gewoon met een wit krijtje op aangeven. Ik kies een beetje voor deze kleur blauw, omdat ik het mooier vind dan deze helle blauw. Ik heb niet die kleur, dus ik kies gewoon het kleurtje wat ik zelf leuk vind. En dan ga ik alle donkere plekken een beetje mee doen. De witte had ik natuurlijk al aangegeven, nu ga ik de donkere plekken in het glas even met zwart aangeven. Ik probeer het om het vooral een beetje te wrijven erin. Dat het snel de pikzwart wordt. En dat is ook niet de bedoeling. Je ziet duidelijk de lichte plekken en de donkere plekken wat ik met het pastelkrijt heel makkelijk in elkaar heb kunnen wrijven. Dat is natuurlijk bij zo'n transparante fles nog extra moeilijk. Hoe we het met acrylverf kunnen doen, kan ik de volgende keer laten zien. Dat is misschien zelfs wel makkelijker dan met pastelkrijt. Maar waar deze oefening vooral goed voor is, is om te leren kijken waar zit het licht, waar zit het donker. En om dan een aantal keren zo'n stilleven te tekenen met potlood en met pastelkrijt. Dan krijg je de vormen goed in je vingers. En dan gaat het volgende week met de acrylverf nog weer een stukje eenvoudiger. Doe volgende week ook weer lekker mee. En heb je al wat gemaakt? Mail het naar contact@kunstisdurvenendoen.info. Dat vinden wij leuk om te zien. En heb je een vraag? Dan horen we hem ook graag. Tot dan!